Ik vond het ontzettend fijn toen wij hier in juni waren dat jij zei, ik ben er voor om een aantal interviews te doen. Want het was echt heel fijn dat we dan de kans krijgen om gezamenlijk dingen te bespreken die toch niet zo gemakkelijk onder de aandacht komen bij de mensen. Dus Marcel, dankjewel dat we hier mogen zijn. En jij ook heel hartelijk bedankt dat je al onze lieve zielenvrienden en vriendinnen ook hebt uitgenodigd. Want bij elkaar kunnen we dit met elkaar dragen. En ook de wereld insturen. Ik heb als eerste een stukje wil ik eigenlijk met jou vragen stellen over wat het goddelijke eigenlijk is. Mm-hmm. En wat mijzelf betreft, toen ik heel jong was, ik voelde me altijd hier een beetje verdwaald in de wereld. En vooral ook met een soort heimwee naar iets. En ik denk dat veel meer mensen dat hebben. Dus ik wilde jou eigenlijk vragen van, wat vind jij daarvan? Heb jij die ervaring ook gehad? En ja, wat denk jij dat daar de oorsprong van is? Van jongs af aan, al heel jong, continu een oerheimwee gevoeld van je welste. En ik kan je openlijk zeggen, dat is nog steeds niet voorbij. Nee. En dan ga je bewust worden, je wordt geboren in een bepaald gezin. Ik heb al eens vaker verteld, ik had een hele lieve moeder, die ik zelf ook verzorgd heb toen zij behoorlijk ziek werd. Een goede vader, die af en toe een beetje leuk, streng kon zijn, maar nooit vervelend. Maar die me ook heel veel geleerd heeft, heel veel. Maar wat hij natuurlijk niet kon voelen, waar ik ook nooit over sprak, wel met mijn moeder af en toe, een diep heimwee. Ja. Ik had af en toe het gevoel van, ja, ben ik verkeerd geland? Maar dat heimwee ben ik, laten we zeggen, zo diep gaan ervaren, dat mij dat ook bracht tot onderzoek. Lezen, gesprekken. Ik kreeg toen plotseling, toen ik 12, 13, 14 werd daarna, van iemand die daar in Valkenswaard bij de Venberg woonde, bleek later een soefie te zijn. En die heeft mij dingen verteld, terwijl ik daar af en toe naar het water van de Dommel zat te kijken, op een terrasje, schrijven, gedichten maken. Want sommige van mijn familie dachten, ja, die jongen is helemaal wereldvreemd, die schrijft gedichten. En iedere keer was er dat heimwee, is dit nou je bestemming? Tot ik een oplawaai kreeg als kind. Jij kent het verhaal, maar ik wil het toch eens een keer naar buiten brengen, want als je ouder wordt, maakt het allemaal niet zoveel meer uit. Nee? En ik lag uitgestrekt in de Malpie, een naam die door Napoleon was gegeven, Le Malpaisie, was een van de prachtigste heiden. En dat heeft mij tot de dag van vandaag zo diep getroffen, onthut, wat ik daar mocht meemaken. Ik lag uitgestrekt in de heide, geen enkele gedachte. Plotseling zag ik, terwijl ik dat niet was, er was niemand boven mij als een ik, een lichaam en een onvoorstelbaar licht en een trilling en een energie. Het is met geen woord te beschrijven. Toen ik thuis kwam, durfde ik daar ook niet over te spreken. Erik van Ruispeek. En wel, Marcel, zegt hij, we hebben 20 jaar meer of nog met elkaar opgetrokken. Een van de mystici uit België, die geboren was in de straat waar Rusbroek geboren was, de mysticus. Hij was diep ook een Eckhart betrokken. En die man die keek me soms alleen maar, en dan zaten we een hele middag bij elkaar, stil, echt stil. Alleen maar in de ogen kijken. Ja. En toen zei hij me een keer, wel Marcel, wat jij hebt doorgemaakt, wel dat noemt men een mystiek ervaren. Nu, dat heeft zich een paar keer op een andere manier mogen openbaren, maar daarbij is voorgoed verzegeld wie je werkelijk bent. En dat het oerheimwee, wat naar mijn gevoel, denken, inzicht. Ieder mens die een beetje zielenkwaliteit heeft, ik wil niet zeggen de hele massa, onerbiedig uitgedrukt, maar ieder mens die een beetje zielenkwaliteit heeft, verlangt naar thuis. Heimwee. Pijn naar thuis. En dan kom je bij de vraag, wat is je thuis? En soms in mijn leven krijg je dan een route die je bewandelt en dan komen er ook zelfs prachtige aanbiedingen, echt verleidelijk en ook niet verleidelijk, dat je voelt met een innerlijk klokje,
Dit is niet je bestemming. Mooi, hè? Stem zit erin. Ja. Bestemming. Dus ik mag met mijn hand op mijn hart zeggen, ik ben nooit gezwicht voor wereldse verleidingen waarin je machtpositie, die werden zelfs aangeboden toen later ouder en ouder werd, of grote positie aan de universiteit, of geld. En ik kan openlijk zeggen dat ik daar nooit voor gezwicht ben, omdat altijd dat belletje in mijn klonk, doe, wat ik nu vertaal met eigen woorden, je dharma, waarvoor je hier bent. En dat is gegroeid, ontwikkeld. Een periode die ik al eens verteld heb, dat ik eigenlijk in de bergen wilde terugtrekken en helemaal met niemand meer wilde spreken. Ik dacht alleen die op mijn weg komen, in een grotje of in een oud huisje, ergens met dikke muren, hebben we ook een tijd gewoond, letterlijk. En iedere keer, dan kun je dus later ook de Gita nog beter begrijpen, merk je dat niet jij op cruciale momenten het bent die beslist, omdat je al een stuk in overgave kunt staan. Nu, op dat heimwee terugkomende, ik las vroeger alles stuk. Ik weet nog goed aan Marijke, toen ik was ook helemaal niet van plan in het verleden om te trouwen. Ik vond een heleboel meisjes ontzettend lief en dat was natuurlijk ook verliefdheid en noem maar op. Maar ik had altijd het gevoel, blijf celibatair, door je leven gaan, stil, teruggetrokken. Maar bij Marijke was het mijn zielemaatje. Op een gegeven moment kwam zij in Valkenswaard op mijn kamer ook boven. Ik had een hele vrije, liberale vader die ook wist, die doen geen kwaad of zo, dat doen we ook niet. Maar ik liet haar mijn boekenkast zien. En daar stonden 150 boeken, wat ik dus niks vind. Oh, zeg maar Marijke, wat een boeken staan hier. En dat kenmerkt mijn tocht ook, ook in mijn levensgolf, altijd perkamenten, documenten, boeken, reizen naar landen, dat geschrift, of het Graalverhaal in New York is, of John Dee in Praag, of wat dan ook. Continu, hoe zit dat? Wat zit dat? En dan kom je erachter, in talloze sprookjes, want ik hou erg veel, net als jij, je hebt niet voor niks Parsifal geschreven, dat is ook heimwee, hè? Ja, dat is heimwee. Zeker. Parsifal is alleen maar heimwee. Dat is één van de vele verhalen. En ik verzamelde ze toen. Sprookjes van Grimm. Sprookjes van Andersen. Wat is Klein Duimpje? Waarom zaait hij die kruimeltjes, was het toch? Hè? En wilde hij weer terug naar huis komen? Hè? Ik las Sindbad de Zeeman. De reizen. Ik verdiepte me toen al in Dante's Divina Comedia met zijn reis naar thuis van de aarde naar de hemelen. Dat ik die later ook letterlijk op mijn weg krijg in Amsterdam, de Bibliotheek Filosofica Hermetica. En dat de directeur zei, toen we dat script hadden opgehaald, je mag het in een plastic zakje, thuis, een maand, anderhalve maand, dat kostte 500.000, mag je het lezen. En mijn pa had mij een heel klein beetje Italiaans geleerd, maar ik las met de Engelse editie, las ik erbij. Dan heb je natuurlijk verhalen die je opleiding krijgt van Homerus. Dat is niets anders dan een tocht over de wateren terug naar thuis. Odysseus. Odysseus. Of wat jij ook kent, Duizend en Eén Nacht. Ja. En dan kom je erachter, onvoorstelbaar veel verhalen waar het echt om gaat, die gaan alleen om het heimwee. Om het heimwee, het heimwee. Dus dat daarom spreken die verhalen veel mensen natuurlijk ook aan. Absoluut. Ja. Ik denk dat jij toen je Parsifal begon te schrijven, en ik heb het met ongelooflijk veel plezier gelezen, heb jij natuurlijk ook op jouw manier jouw terugkeer naar thuis willen uitdrukken. Ja. Hoe voel jij die aan, die brug met het kasteel? Ja, het is een grens. Een grens die je over kunt gaan. Ja. En je moet aan de overkant van de grens. Hij moest eigenlijk een vraag stellen. Hij heeft zijn dharma niet vervuld. Juist. Dus hij ging terug de brug overweg. Ja. En die brug sloot zich en het heeft jaren geduurd voordat hij weer opnieuw die brug mocht vinden. Ja, en hier komen we, dit is de essentie eigenlijk van het Parsifal-verhaal. Ja. En als Chrétien de Troyes, mooie naam hè, Chrétien de Troyes, dat later bewerkt van Quiot was het, hè, geloof ik. Ja. Hè? De troubadourdichter uit dit gebied hier. We hebben dat vaker gehad, de wereld is een brug, hè. En dan moet je eens kijken nu, New York, waar ik een tijd vertoefd had en een heimwee naar mijn kippetjes had op de boerderij. En een heimwee naar de boeren. Toen zei Marijke, maar toch ook naar mij. Ik zeg, primair natuurlijk, bel daarop vanuit New York. Dan zie je
die brug waar Christus over spreekt, met torenhoge gebouwen. Er is geen plek voor een boompje. Dan realiseer je, als je daar bent, wat is dit een absurde wereld. Ja. Met die towers, bijna Babylonische torens, met macht en namen en firma's en reclame en straten waar geen boom erin staat. En dan kom je in Wall Street en staat de gouden stierenkalf. Dat ik denk, en later begon ik in mijn heimwee te begrijpen of het nou de stier van Zeus was, of de stier die bij de Europese Unie staat. Van Zeus. Is hetzelfde. En als je dan ook nog weet hoe de Europese Unie is opgericht. Ja. Met Kalergi van Oudehoven, topvrijmetselaar, Goldman Sachs, Rothschild. Jean Monnet. Monnet, die ik vaak speels ja. Money noem. En dan ga je eens kijken, hé, hoe zit dit verhaal in elkaar? En waarom zijn die krachten ons aan het tegenwerken? En wordt het voorgetoverd alsof dat de oplossing is, terwijl de werkelijke oplossing oplossen in jezelf is. Ja, ja, dat is wel heel mooi, want voor mij was het ook een soort zoektocht natuurlijk. Maar toen ik een tijdje geleden in de Nag Hammadi-geschriften een paar uitspraken las, toen ineens werd mij ook... Het was al wel duidelijk, maar toen werd het zo neergezet als iets wat meteen pakte van het al was op zoek naar hem uit wie het is voortgekomen. Ja. Ik vind dat zo'n mooie tekst. Ja. En er stond op een andere plek nog het ene zaaide zich uit zodat zij hem zouden zoeken. En uiteindelijk is heimwee ook altijd bedoeld om een soort zoektocht te gaan. Ja. Zoals Parsifal, zoals ja. jij. Ja. Je zegt dat heel mooi. Het ene en het vele, mag ik dat aanhaken aan een van de mooiste parabels? Ik heb dat ooit beschreven in een van de drie delen van de parabels van Jezus, de verloren zoon. Ja. En het gaat er niet om zoon of dochter, er was toen nog geen genderschap natuurlijk, maar het gaat erom dat in die cultuur werd het genoemd de verloren zoon. En er is iets aan de gang wat volledig aansluit op Nag Hammadi. Daar gaat het om twee zonen. De vader en twee zonen. Twee zonen, de vader. Ik maakte contact met de Esseense evangelie, waar ook de verloren zoon wordt besproken. Ik zocht teksten bij Maria van Magdala, die ook een verhaal verteld heeft over de verloren zoon. En dan weet je in één keer, de jongste zoon, dat is het individu geworden bewustzijn. Dus het ene, het al, manifesteert zich vanuit consciousness, vanuit bewustzijn, en wordt het vele voor degene die individu is. Degene die verdeeld is, divider, individu, die ziet het als het vele en hoort de stem van het al in een bepaalde ontwikkelingstocht, hoort hij niet meer. Want het is zo in die veelheid verdwaald dat de parabel het uitdrukt, oké, je krijgt alles, want die vraagt gewoon, vader, mag ik mijn erfdeel? De vader zegt, natuurlijk jongen, trek de wereld in, alles wat van mij is, is van jou. Dat hoor ik ze trouwens daarvoor niet zeggen. Hè? Daar zeggen ze overeenkomstig... Je zult niets hebben en je zult er blij mee zijn. Overeenkomstig, de protocollen van de machtselite staat er bijna letterlijk in, dan zullen jullie alles afnemen. Ja. Ja? En dan zullen we gelukkig zijn ook. Dus de vader, grondeloze liefde, oergrond, ongrond van alles wat is, in het verhaaltje... Zegt, natuurlijk, neem alles mee, trek de wereld in. En waar komt die jongste zoon uit? In een bordeel. Ja. En dat is prachtig uitgebeeld. Ik meen dat jij dat toen voor mij hebt uitgezocht. Dat je vroeg, wil je eens kijken, Jeroen Bos. En dan zie je bij Jeroen Bos, 15e, 16e eeuw ongeveer. Ja. Zie je een prachtige schildering. Daar zie je een reiziger, later wordt hij de verloren zoon genoemd. Die zie je met een trekzak op, haren verward en... Twee verschillende schoenen. Kijk, ik ben thuis, want ik heb mijn pantoffels aan. Ja. He? Want had ik een schoen om de wereld door te trekken en een slof, dan ben ik niet thuis. Dus als iemand tegen mij zou zeggen, moet je schoenen niet aan? Dan zeg ik, nee, ik heb mijn pantoffels aan. Ja. He? Pantoffel wil zeggen thuis zijn. Ja. De andere schoen is om de wereld in te trekken. Ja. Nou, wat zegt dat verhaal prachtig? Dat die verloren zoon in een bordeel terechtkomt. Dan moeten we weten dat Jeroen Bos was lid
van het Zwanengenootschap. Daar ben jij ook heel goed van op de hoogte. Ja, in Den Bosch zit dat. Juist, daar zit er nog steeds. Hè? Ja. Ook met het symbool en zo. Ja. Ja. Nou, daar was hij lid van. Met een lelie of een lotus? Dat was een lelie, hè, denk ik. Ja. Sicut lilium interspinas staat eronder. Fantastisch. Ja. Dat is de moeite waard. Een lelie tussen de doornen. Ja, prachtig. Ja. En dus hij was een ingewijde. Hij wist heel veel, anders kun je ook zoiets niet zomaar afbeelden. En dan zie je nog een hoertje uit het raam kijken. En de oudste zoon zegt ook later, maar vader, hij was bij de hoeren. Hè? En je beloont hem ook nog. Hè? En dan zie je nog een man tegen een gebouw een plasje maken. Dus de jonge man, de jongste zoon, zit in een totaal verruwde wereld. En wat wordt hij? Zwijnenhoeder. Er komt hongersnood, zijn geld is op, verkwist. Dus met de neus in de stof, Jezus, gooi geen paarlen voor de zwijnen. Dus de hoogste kennis, de hoogste inzicht, mag je zelfs niet aan mensen doorgeven. Want dan keren ze zich tegen je, echt letterlijk. Ik heb het al eens een keer een beetje dwaas bepaalde dingen die ik voelde, zag, verteld. Maar dat is ontzettend woedend worden. Het is ook zo dat wanneer mensen geen vraag hebben, je eigenlijk ook geen antwoord kunt geven, want dan zijn ze niet toe aan het antwoord. Ja, en mogen ook eigenlijk concluderen dat het beter is, zonder dat discriminerend te bedoelen, om met sommige mensen ook niet in gesprek te gaan. Niet discriminerend bedoeld. Niet over de diepe dingen. Nee, nee. Nou, op andere dingen goed dat je het aanvult. Uiteraard, uiteraard. Ja. Was vervolg van dit verhaal, en dan snappen we Nagamedi helemaal. Uiteindelijk honger. Hij beklaagt zich. Hij zegt, ik heb alles van mijn vader gekregen. Vader, vergeef me, zegt hij. Ik ga terug naar thuis. Dus hij had wel nog een pantoffel en een schoen, maar hij gaat terug naar huis. En hij had al in zijn geest van, ik vraag mijn vader om vergiffenis, want ik heb zwaar gezondigd. Nou, in Hebreeuwse taal bestaat het woord zonde niet eens. Er bestaat alleen maar pega. En dat betekent, ik heb een fout gemaakt. Maar Jeroen Bos vertaalt het als, of de parabel wordt als zonde vertaald. Dat is fout vertaald. En dan komt hij thuis en wat ziet hij? In plaats van dat hij zijn zonde wil beleiden, zijn fouten, staat zijn vader met open armen klaar en zegt, haal de beste kleren, dat is het lichtkleed. Ja. Want er was zo, zijn kleren op de Jeroen Bos afbeelding zijn gerafeld, hè? Heel erg gerafeld. Dus zijn lichtkleed toont niet meer door zijn stofkleed heen. Verkeerde voeding, verkeerde denken, verkeerde bewustzijn. Boeddha zou zeggen, onheilzaam. Ja. Met een open arm ontvangen. En dan zegt de vader tegen een van de knechten, slacht het beste kalf, we gaan een feestmaaltijd aanrichten. Ja, je kon in Palestina geen verhaal vertellen, met maak de beste veganistische maaltijd, vegetarisch. Dan zeggen ze, die man is ook nog gestoord ook. Dus hij paste zich even in het verhaal aan, om duidelijk te maken wat van dieper is. Want Yeshua onderrichtte onvoorstelbaar vaak ook vegetarisch, veganistisch. Onvoorstelbaar vaak. Maar voor de massa deed hij dit. En wat gebeurt dan? De oudste zoon wordt boos, want die is thuisgebleven. Symboliek. Die zegt, ik heb je steeds gediend. En wat is er nu? Wat is het antwoord? Liefde, liefde, liefde. Hij zegt, je hebt echt alles gedaan wat je kon. Maar de zoon was verloren. Hij is terug naar huis. Reden tot grote vreugde en blijdschap. En dat symboliseert in de parabels ook van de verloren schaapjes. Ja. En Yeshua, dus als de manifestatie van het licht en de liefde, zelfs de twee moordenaars die tot de troep van Barabbas behoorden, keek letterlijk naar rechts toen de een zei, kom, ben jij werkelijk de zoon van de ene? Sta dan op. En dan glimlacht hij, hij zegt niks. En als dan de zon doorbreekt, dan zegt die moordenaar, hij is werkelijk de zoon van de ene. Ja. Dus, de verloren zoon die op trektocht gaat, in het vele verdwaalt, het al. Zoals wij mensen op deze allemaal, wereld. Allemaal. Tegenwoordig ziet de verloren zoon eruit als president, directeur van een grote firma. Chic pak, mooie schoenen. Hij is agent bij de politie of president van een bank of hij heeft contacten met de beurzen. De verloren zoon is nu overal wat anders gekleed en tegelijkertijd in andere landsdelen miljoenen vluchtelingen
ontheemd tot en met. Allemaal verloren kinderen. Als je goed kijkt, zijn het allemaal verloren kinderen. Allemaal. Of je nou chic gekleed bent of met gerafelde kleren. De mens is niet thuis. Is pas thuis, als hij wat Nag Hammadi ook zegt, teruggaat naar het al. En door die verdeeldheid is heen getrokken. En dan tot het diepst heeft mogen schouwen. Daar komt echt uit liefde voor het, waarvan sommige mensen woedend worden op God. Ik ken het verhaal van de... Zij vinden dat God eigenlijk alleen maar goed zou moeten zijn. Ja, Richard Dawkins is een voorbeeld, hè? De grote man van transhumanisme en van de hersenschip en noem maar op, die ook met Musk en Bezos al die dingen doet. Die zegt openlijk in zijn biografische gegevens, ik haat God. Ik kan me dat voorstellen, dat is Jaldabaoth. Ik kan me voorstellen, ik vind het ook niet juist, maar goed. En dan zegt hij gewoon, hoe eerder wij van iedere God af zijn, hoe beter, zegt hij. Ik kan het begrijpen. Hij is religieus opgevoed, net als Darwin, Anglicaans opgevoed. En die worden zo teleurgesteld. Niet het onderscheid kennen tussen de protopater, dus de werkelijke vader-moeder, en de demiurg die de imitatiewereld schept, met toestemming van het ene. De ene. Dat is wel mooi, want hier... Er staat ook, de Heer van het heelal wordt terecht geen vader genoemd, maar eerste vader. Eerste vader. Want dat is echt iets anders dan, dan al die goden of al die zich voordoen als de vader. En er staat ook zo'n stukje in het evangelie van waarheid, der waarheid. De vader is een eenheid, zoals het getal 1. Hij is de eerste, niemand ging hem voor. Hij is onverwekt, onveranderlijk, onvergankelijk, zonder begin en zonder einde. Hij is de ene, het waarlijk goede. Het is toch prachtig wat daar staat. Mooie tekst, hè? En jij gaat binnenkort vanuit je ziel ook een lezing over Nag Hammadi geven. Jij kent ook de tekst van Jezus de Christus en de wijsheid van Jezus de Christus. Dan kun je bijna dit hetzelfde op een andere manier terugvinden. Ja. Kun je er gewoon opplakken. En dat betekent dus, de massa in godsdienst is al de eerste afwijking. Ja. Er is geen enkele God in het universum die vraagt om te dienen. Staan we nu op, buigen we nu, zeggen we nu dit. Knielen. De keelchakra verandert bij alle priesters, rabbies en bij moela's. Terwijl de reine stem heeft van nature het oom in de stem. Ja. Dus buigen, knippen, biechten, zondevergevingen, terwijl het Vaticaan nu... Sorry of niet sorry, een roversnest is geworden. Het gaat ook altijd over een intermediair tussen jou en God. Altijd. En dat is denk ik het grote verschil ook tussen de gnostici die voor zichzelf denken en hun eigen weg zoeken. En godsdienst, waarbij je altijd die intermediair hebt die jou zegt wat je moet doen. Juist, en dan kom je op het punt zelfautoriteit. Sluit ik nog even aan op die verloren zoon en de zwijnendraf. De meesten zitten in die materie. Dus kunnen ook niet meer in het goddelijke. Je moet ook niet geloven, je moet het gaan weten. Gnosis, kennis. Maar ik herinner me nu plots een verhaaltje uit de Indiaanse wijsheid. Dat de god Indra, die wordt op een gegeven moment vervloekt. Dat zijn verhaaltjes hoor. En moet in het lichaam van een zwijn geboren worden. Daar wordt hij in geboren. En op een gegeven moment ziet hij een vrouwtje zwijn, komen biggetjes. En hij vindt het heerlijk om in die zwijnen eraf te leven. Dus het zegt, een goddelijk kind komt hier plotseling in de geboorte van... heerlijk, proost, nog een borreltje. Hoe gaat het met u? Hè? Ja, ik ben dan een deugniet ook als iemand tegen mij zegt, het gaat uitstekend. En dan vragen ze aan mij, comment ça va Marcel? En dan zeg ik, dans un monde qui est totalement fou, ça ne va pas mal. Dus in een wereld die totaal gek is, gaat het niet slecht met mij. Ja. Huh? Ja. Dit is allemaal komedie. Ha, ha, ha. Laten we zingen, laten we dansen. Feestje hier, feestje daar. Verloren zoon. Feest na feest na feest na feest. Niet feest, maar feest. Hè? Nu... Dan kom je bij het punt dat een wijze, een rishi, Indra verlost uit zijn geboorte als varken. De wijzen zijn overal, de grote leraren, hè, waarvan ik echt uitdrukkelijk zeg, ik voel me een leerling van deze grote leraren. Maar ze komen ook altijd op het moment dat je ze nodig hebt. Op het juiste moment. En in ook de meest uiteenlopende vormen. Overal, overal. Want soms, net als in het Parsifal-verhaal,
komt de graalbode Koen III als een soort gedrocht. Ja. Dus ze ziet er vreselijk uit, maar uiteindelijk nodigt ze Parsifal wel uit om zijn weg verder te gaan. Ja. Want anders zou die verzanden in het hoofse leven, zeg ja. maar. En dan wordt getoond wie het werkelijk is. Net als ja. in die Zauberflöte. Hè? Ja. Heb je op een gegeven moment, ja. hebben we een keer mogen opvoeren met kinderen die fantastisch die begaafdheid hadden. En dan zie je plotseling hoe een gestalte weer verandert. Hè? Het is Heinrich Heine, vriend van Marx, heeft een gedicht geschreven. Ja, dat is de tik die je als kind al meekreeg. Je houdt ook van gedichten. En Heinrich Heine, een wereldberoemd schrijver geworden, die schreef onder andere gedicht Ik zocht de duivel. Ik doe het heel vrij, want dat zit niet meer helemaal in. Ja. Me. Heel vrij. Ik zocht de duivel. En plotseling, zegt hij, zie ik een gestalte, netjes gekleed en mooi en verleidelijk. En ik kon met hem praten en ik onderzocht. En, ja. en toen vroeg ik op het eind, wie bent u? Ja, ich bin den Teufel. En dan zegt hij uitdrukkelijk, kijk, wat Christus ook zegt, de duivel, de verwarder betekent dat letterlijk, de verwarder, de verstrikker, kan zich voordoen als een engel in het licht. Dus overal zit die verleiding. Als je door een stad loopt, ik doe dat bewust met mijn rijk, kijken we vaak naar reclames en codes die daar staan. En dan zeg ik iedere keer, de wereld is zot, de wereld hier is zot. Ja. Het zijn allemaal van die verleidingen, dat bedoelt Heinrich Heine uit te drukken. En als jij die tekst ook van het Evangelie van de Waarheid aanhaalt, we zijn in een diepe slaap. Ja. We zijn in een diepe slaap. Ja. En daarom heette mijn eerste boek ook Worden we wakker? We zijn in slaap. Dat doet me denken aan een mooie uitspraak van Eckhart. God bezoekt ons dikwijls, maar meeste tijd zijn we niet thuis. Ja. Dus, dat is toch hoe het ja. is, want wij zijn er helemaal niet zo mee bezig. Nee, en dat is de ramp. Ja. Ik heb 13 jaar ook comparatieve religie mogen onderrichten aan 3 academies onder de paraplu van de universiteit. Tenminste 2 onder die paraplu. Toen heb ik bij heel veel studenten gezegd, er is maar 1 taak in je leven, 1 opdracht. Want ik weet nog goed toen ik mijn eerste les filosofie ook daar begon en antropologie. Dat is misschien wel leuk om te vertellen, was 1 klas, en vroeger had je klassen, collegezaaltjes van 60, 70 mensen. En ik kwam een keer binnen om daar de eerste filosofieles te geven. En ik doe open, en die tijd mochten studenten roken. Hè? Een walm, een walm. Ik sluit de deur en ik loop weg. De deur ging open. Meneer Messing, u moet hier zijn. Ik zeg wel nee. Jawel, u hebt hier filosofie, wat u gaat doseren. Ik zeg geen kijk op. En kom terug. Ik zeg, willen jullie horen wat filosofie is en dat we iedere dag in gesprek gaan. Je mag alles vragen, alles zeggen, kritiseren, maar de basis is zuivere lucht. Hoe wil jij bewust zijn en denken? Er zat er 1 voorin, want ik heb ook een oudere studenten toen lesgegeven, die had een pijp. Nou ja, jong rookte ook wel eens een pijpje, maar die was bijna nooit aan. En deze was aan. En toen die dat hoorde, zei hij, ik ga mijn pijp uitdoen, maar, meneer Messing, mag ik hem in mijn mond houden? Ik zei, joh, er zijn nog steeds kinderen die graag in de moederborst liggen. Schaam je niet. Hè? Dus, en we hebben een verhouding gehad met elkaar. Ja. Magnifiek. De pijp is de lolly voor volwassenen. Ja, magnifiek. Echt een magnifieke relatie. Ik durf ronduit te zeggen dat je geen student zult ontmoeten waarvan we niet met elkaar zeiden. Want na een week is het gewoon Marcel en voorname. Ja. Maar een prachtverhouding. Dus filosofie. Filijn, Sophia, verlangen naar wijsheid, dat komt ook op onze weg, of het een rishi is, of een groot leraar, of een broer, of een zus, op een moment, zoals in Parsifal, het moment rijp is. Dus zijn we echt begonnen met de zoektocht. Dus mijn diepste inzicht, niet een overtuiging, het heelal heeft, Jung heeft dat gezegd, hè? Hij zegt, het heelal zit vol tekenen, zegt hij. Vol, vol. Maar zie jij het? Ja. Die synchroniciteiten. He, Christus zegt mooi, blinden leiden blindenden, doven leiden doven. Goh, als Elon Musk daar nou eens iets aan komt doen, aan die massa helemaal genezen. He, maar ja, hij weet ook verdomd goed, die zijn toch blind en doof, die kunnen best een Neuralink geven. Bij het verhaal van Parsifal is het zo dat je 3 mensen op zijn pad krijgt die hem iets leren. Mm-hmm. Maar die passen ook echt bij de maat van zijn bewustzijn.
Want bij de eerste is een leraar die hem leert over de hoofdse gebruiken. Ja. Dus dan is het eigenlijk alleen maar een bekwaamheid die hij leert. Mm-hmm. En bij de tweede, als Koen 3 komt, die maakt hem bewust van zijn onbekwaamheid. Mm-hmm. En bij de derde, als die komt, dat is Trevisant. Trevisant, ja. En die maakt hem eigenlijk bewust van, ook bewust en bekwaam, zeg maar. Ja. Die maakt dat hij alles zie je hoe mooi die volgorde is. Ja, dat is heel mooi. Die is perfect. Ja. En als je dat... En dat geldt eigenlijk voor iedereen, hè? Iedereen. Er wegwijzers op je pad komen naarmate jij zelf vragen stelt en bewust bent. Ja. Ik durf zelfs te zeggen, de knapste databank. Nou even naar Apple kijken. Wat is Apple? Apple heeft als symbool... Het appeltje. Een appel. Een appel in het Latijn. Met een stuk eruit. Ja. Hè? Ja. Dus je moet geweldig voor Apple oppassen. Want het is niet voor niks dat in de symboliek van de hof van E. Din, de appel, in Latijn betekent appel, malus. Maar malus betekent tegelijkertijd het kwaad. Tegelijkertijd. Ja. Dus als ik voor de eerste keer Apple zag, maar een stuk eruit, zei ik tegen Marijke, pas op. En die googelen nog met je. Zijn goochelaars, ongelooflijk. Dus de grootste databank is volledig niets. Om hun taal te gebruiken, nog niet het puntje van een naald. Hè, waar duizenden engelen ook op kunnen dansen. Hè, is een symbool uit de Arabische wereld. Ja. Is volkomen niks. En wij denken, oh, hoe gaat het? Oh, kijk ernaar. Wij kunnen alles. Wij kunnen niets. Nee. Zonder de kracht van de ene kunnen we niets. En we denken iemand iets te zijn, maar het is pauperisme. Maar dat is wel mooi, want je hebt het over het woord niets. Ja. En Eckhart heeft ook gezegd, God is een niet-iets. Ja, daar is die, dat was, laten we zeggen, Eckhart is, ik heb met Erik van Ruisbeek onvoorstelbaar veel, met Marijke erbij, we zijn bijna om de 2 weken waren we bij hem, 20 jaar lang, heel diep over Eckhart gesproken. Dat was zijn lievelingsleraar, wij lezen hem vrij veel nu nog, na, praten we erover. Eckhart, die werd veroordeeld door de paus die toen in Avignon zat. Ja. Normaal zitten ze in Rome. De Qataren zeiden al Roma amor inversus est. Rome is de omkering, Roma, van amor, liefde. En toen was het Avignon. En er zit dan een paap en die zegt, ja... Daar zit niet alleen Eckhart, daar zitten ook andere gevaarlijke mensen. Ze hebben hem op 114 punten veroordeeld. En er bleven er 3 of 4 over. En één van die punten was wat jij zei. En toen is hij richting Avignon gegaan voor het proces. En onderweg is vrijwel zeker is hij vergiftigd. God is ein ewiges nichts. Wat zegt Jacob Boehme? Bijna hetzelfde. God, zegt hij, is een eeuwig niet iets. Of Eckhart, alles wat we zagen over God is een lügen. Alles wat we over God zeggen is een leugen. Nag Hammadi, je las het voor. Onnoembaar, onnoembaar. Geen begin. Lees Tao Te Ching. Ja. Tao, ene, absoluut, wat is, zonder begin, zonder einde. Kan geen naam verdragen. Daarom zegt de Soefi, God heeft alle namen en toch geen. Ja. Mooi hè? Ja. Alle namen en toch geen. Ja. Dus Eckhart en Jacob Boehme en alle grote mystici, Johannes van het Kruis. Johannes van het Kruis zegt heel prachtig, God is een duister licht. Soms zegt hij ook, God is een duister niets. Zoals dus bij dat immense offer van de mensenzoon, dus in zijn menselijke gestalte, het bloed plengt in de ethersfeer. En dus het licht zo schitterend was, denk aan de Bhagavad Gita, die hebben we samen ook vaak over gehad, als 1000 zonnen, noemen ze dat duisternis. Ja. En dat is wat ook een Johannes van het Kruis bedoelt. Het is zo verblindend dat wij letterlijk geen ogen hebben om dit te zien. Dus komt het voor als duister. In den beginnen is het woord, is trilling, is oom, is het eeuwig amen. Maar de duisternis kon het nog niet aannemen. Nee. Dat is het nog niet bewuste gedeelte, niet in God. In God is alles bewust. In God bestaat nooit iets van onwetendheid, nooit iets van iets wat niet is. Maar in de manifestatie van velen die nog niet
de tocht volledig doorgrond hebben, lijkt het duisternis. Ergens komt het kwaad in de wereld. Ja. En het kwaad in de wereld is de dualiteit. We hebben goed kwaad, licht, duisternis, noem maar op. Dan spreken ze in de Nagamadi geschriften over de archonten. Je hebt de hoofdarchont Yaldabaoth. Mm-hmm. Dan ontstaan er vele goden die zich vaderen noemen, waardoor de eerdere uitspraak van eerste vader heel belangrijk is om dat te herkennen. Maar er zijn natuurlijk talloze namen. Yaldabaoth, Satan, Satanael, Saklas, de Demiurg, Samael. Mara. Samael, de dwaas. Ja. Ja. Kun je zeggen dat dat allemaal dezelfde persoon is? Kracht. Je kunt het geen persoon noemen. Dezelfde kracht is die ons hier verleidt, als het ware. Eigenlijk waar jij nu mee begint, is de wortel. Hè? Al over kwaad spreken, wat ieder zoekend mens waarschijnlijk enorm bezighoudt. Want je bent vaak allemaal opgevoed in een kerk of een synagoge of een moskee. God is al goed. En je ziet het tegenovergestelde. Je ziet gewoon. Ja, hij voert oorlogen en er worden allerlei mensen vermoord in naam van God. Dus, maar hij veroorzaakt het ook zelf in het Oude Testament, ook, voortdurend. Ook. Het Oude Testament is letterlijk één bloedboek. Ja. Eén bloedboek. En dat gaat continu om met de stootroepen, noem ik ze maar even, die zich ook moeten besnijden. Maar bijna niemand in het Oude Testament leest hoe dat gebeurt. Dat is een pijnlijke geschiedenis hoor, met een geslepen steentje. Waarvan ik denk, hè, wat gebeurt daar? En die moeten dan stap voor stap het land veroveren, bloedbad na bloedbad. In de Russische revolutie werd ook door Solzhenitsyn beschreven, de straten vol bloed. Ga je naar de Qataren kijken, Béziers vol bloed. Straten vol bloed. En die uitspraak van degene die daar dat leidde, de bisschop, die zei, dood ze alle God, zal de zijne wel herkennen. En dat is de valse God, Yaldabaoth. En als je daarin opgevoed bent, of het nou in een kerk is, of een kathedraal, of een moskee, of een synagoge. Op het moment dat we in Gods dienst gevangen zijn, letterlijk gevangen, is de zoektocht afgelopen op dat moment. Ja. Daarvoor moet je ook beyond religion komen, boven religie, want de meeste oorlog en het meeste kwaad gebeurt in naam van God in de godsdienst. En daar word je keihard op aangevallen, omdat die krachten dat proberen uit te spelen. Nu, in de komende moeilijke maanden, de komende moeilijke paar jaar, gaat er vooral islam, hindoeïsme, christendom en synagogen. Dat gaat een enorme clash worden, enorme. En dat is de bedoeling, want vragen we ons eerst eens af, waar komt de Hitler vandaan? Waar komt de Stalin vandaan? Ja. Een Lenin, een Trotsky, een figuur die in Franco, kunt het niet al opnoemen. Het kwaad neemt ook manifestatie aan in, prachtig beschreven op een andere manier door Rob van der Wel, in Dictocratie. Dictocratie, ja, prachtig beschreven. Hè? Dus kwaad manifesteert zich ook letterlijk vaak in leiders, waarvan ik heel vaak speels zeg, dat zijn geen leiders met lange ei. Ja. Die lijden aan zelfzucht, macht, overmoed en die verrichten bloedbaden aan. Als je moet toch ook een soort waanzin veroorzaken bij die mensen als je dit doet. En ga je dieper erop in, bijvoorbeeld ga je Stalin onderzoeken, ik zeg het nog een keer. Hij krijgt via een bevriend iemand, familielid van Darwin, persoonlijk het boek in de handen. En die krijgt dat plotseling in zijn handen en die gooit weg. Wat gooit hij weg? Niet de Origin of Species, de Bijbel die hij in zijn andere hand had. Weg ermee, zegt hij. Dit is waar het om gaat. En al die dictatoren, als je die onderzoekt, hebben ongelooflijke trauma's en lijden in religiezin. Ja. Ongelooflijk. Ja. Als je Franco nagaat, hè, in Spanje, of je gaat Lenin na, of Trotsky die net zo'n groot dictator was als Lenin en Stalin. Ja. Hoe komt dat kwaad erin? En dan zie je bijna altijd, en dat wordt nauwelijks in de geschiedenis onderzocht, dat die historici een keer tegen studenten zeggen, onderzoek nou eens waarom die keihard zijn. Keihard, zonder mededogen, kenmerk van Yaldabaoth. Ja, het opvallende is zelfs als je geschiedenisboekjes nagaat, dat ze alleen maar gaan over oorlog. Ja. Nooit over het interbellum, zeg maar. Ja, in ieder vak, in iedere wetenschap, en vooral in de godsdienstwetenschap, trouwens wel een gek iets, godsdienstwetenschap. Ja. Over God kun je niks weten, zegt Eckhart, alle mystici,
Of er nou Maria Theresia van Avila is, of wie dan ook. Over God kun je niet weten, alleen ervaren. Dan kom je op jouw punt. Alleen via de gnosis, de innerlijke kennis, mogen we ervaren. Ja. Dus waar komt dan het kwaad vandaan als we dat overal zien? Overal, overal, iedere dag opnieuw, meer en meer en meer. Jij pakt de wortel uit Nagamadi. Dan komen we letterlijk uit dat er letterlijk in een bepaald tijdbestek een oorlog, zoals je weet, in de hemelen, in de dimensies, in de galaxie, in de sterrenstelsels, uitbrak om de macht, wat ook mogelijk is, hè, is een mogelijkheid. Over van de troon en over het regeren, de macht, de baas zijn. Ik denk dat dat de grootste trek in de mensheid is, baas over een ander willen spelen. Ja. Je ziet er continu relaties in groepen en volkeren, terwijl wij de lering moeten hebben. Wat is baas over een baas zijn? Want anders is het natuurlijk ook een baas. Dat is een mislukking. We zouden allemaal leerlings moeten zijn. Juist, juist. En dan kom je bij een punt dat de Christus en Boeddha op een andere manier, want Boeddha spreekt heel duidelijk in zijn tanka van de reïncarnatie, spreekt hij over demonen. Ja. Heel duidelijk. Ja. Hij zegt, er zijn demonen in de kosmos. En hij wist, omdat hij letterlijk contact kon maken met ieder stelsel, met ieder. Hij zegt, blijf daar uit de buurt. Want die kunnen echt gevaarlijk zijn. Ja. Een demon, die heeft een kracht en een macht, onvoorstelbaar. En die komen alleen maar op je af als je op een verkeerde manier met inzicht, levensstijl omgaat. Anders komen ze nooit naar je toe. Er zijn in het universum, en dat kunnen we niet veranderen, potenties van dit soort krachten. Kwaad en goed zijn tweelingbroers. Dan wordt er eigenlijk dieper uitgedrukt. Yin en yang in eenheid is geen verdeeldheid. Nee. Maar zo gauw de manifestatie niet doorgrond wordt in de veelheid, is er dit en dat, ik en jij, goed en kwaad. En dan kunnen er strijden plaatsvinden in de kosmos. Dus zo boven, zo beneden wil ook zeggen dat ook daar heersers zijn. Ja. Heersers. Ja. Als de Christus dit uitlegt via Nagamadi, die bronnen die magnifiek zijn. Maar je moet het met je hart verstaan. Je moet je hart verstaan. Praten we naar het graalverhaal, Parsifal. En we hadden het ook even over Joost van Arimathea. Moeten we wel verstaan wat de kelk is bijvoorbeeld. En het bloed en de wijnstok die hij in Engeland bracht. En tegelijkertijd Simon van Cyrene, die de dwarsbalk droeg, uit Afrika kwam. Afrika, en zijn leerlingen daar het onderricht geven tot in heel de wereld. Hè. Pas op, de Christusleer is letterlijk in heel de wereld uitgezaaid door zijn leerlingen. Vandaar de oorlog tegen Christus en de Christoi. Nu, wat gebeurt er met zo'n graalverhaal? Jozef van Arimathea komt in Glastonbury. En wat doet hij? Hij plant midden in de winter, plant hij de wijnstok. Nou, zegt iedereen, in de winter gaat toch geen wijnstok groeien? In de kou van het niet weten plant hij de wijn van de geest in de grond van vruchtbare aarde. Hij heeft de kelk, Nagamadi zegt het zelf, de kelk is gewoon de omvang en het bloed is de universele geest van liefde die hij dus brengt als de enige boodschap van waarheid. Mag het een beetje populair noemen, God is liefde. Ja. Er is niets anders dan liefde. En dat plant hij midden in de winter. En al die graalverhalen, Parsifalverhalen, de ridders, tafelronden, zijn die verhalen om uit te drukken wie en wat we zijn. En Nagamadi. En dat is ook de wijnstok die tot bloei komt. Absoluut. Al die verhalen. Absoluut. En dat is wel mooi, want midden in de winter was altijd de tijd voor de mensen die op het land werkten om verhalen te delen, want ze hadden ook mooi, een rusttijd. Ja, ook mooi om dat zo aan te vullen, want dat zijn de periodes, dan trek je meer naar binnen. Ja, al die verhalen, die de kerk heeft niets anders gedaan dan dingen verletterlijkt en veruiterlijkt. Met een mannelijke dominantie, terwijl heel vaak die wijsheid die in de man als vrouwelijk is en bij de vrouw als mannelijk, maar principieel wijsheid vrouwelijk, die is gepoogd overal kapot te maken. Overal. Ja. Overal. En ze zijn daar vreselijk benauwd voor, want als jij de root pakt van Nagamadi en je zegt van Achonte, wie zijn dat? Dat zijn heersers. Heersers. K-
kern is van al die achronten en van al die verhalen in de Bijbel, van al die groepen, die reuzen zo lang en het volk van de Joodse achtergrond. Aanvankelijk heten ze Hebreeën, hè? Hebreeën betekent letterlijk barbaren. Mooi ja, naam, ja. Dus de Hebreeën die gaan als stoottroep overal gebieden veroveren. En met heel veel lange mensen, grote mensen. Je hebt me dat boek toen gegeven waarvan ik zeg, ja, dat ja. weten we met elkaar. Hè? Ja. Dat weten we met elkaar. En overal bloed, bloed, bloed. En gaan ze zelf heersen. Ja. En gaat Jaldabaoth heersen. Ruim die op en ik geef je een beloofd land. Ik heb je beloofd. Hè? Ja. We hadden het een poos geleden erover dat Samuel Weissman, dat schiet me nu weer te binnen, aanleiding van de Balfour Declaration over Palestina zei, gewoon keihard, jullie gaan dat gebied geven, we gaan het anders nemen, en als je het niet geeft, dan zul je een verschrikking over je heen krijgen. Ja. Dus die stoottroepen, dat is niet het Joodse volk. Oh nee, dat mag je nooit, nooit zeggen. Dan heb ik gisteren uitdrukkelijk gesproken hoeveel parels van Joodse mensen en de eerste intieme leerlingen van Yeshua, et cetera, et cetera. Maar er zijn wel stoottroepen, een aparte categorie, die dit aan gang gezet hebben en door een archontische, hoofdarchontkracht geleid zijn, Jaldabaoth, waarvan de diepere betekenis betekent letterlijk hij die in de chaos stort. Ja. Lees later met Schwab en Davos, ab chaos, ordo. Ordo. Dus via de chaos scheppen wij de New World Order. Het is zelfs zo dat eigenlijk bijna alle oorlogen aanleiding zijn geweest voor daarna een ander soort samenleving in te richten. Letterlijk. Zeker de Eerste en Tweede Wereldoorlog is dat heel duidelijk zichtbaar. Letterlijk. Dat ze de hele wereld laten verschuiven om nieuwe dingen neer te zetten waar wij aan mee moeten werken als mensen. En er is geen, dat weet jij als geen ander ook, er is geen democratie erover. Als Hitler zijn bloed- und bodentheorie naar buiten brengt en zijn diepste inzichten van Crowley heeft gekregen, een van de grootste zwarte magiërs, het Thule-genootschap opricht, een genootschap van het kwaad, waar ingewijden in zaten, zwarte, Himmler, zwarte ingewijden in de Egyptische mysterieën. Ja. Goebbels, ingewijd in de graal, gedoctoreerd. En daar zit toevallig ook nog een Steiner in dat Thule-genootschap, die later zegt, ik zat hier met een heel andere bedoeling. Maar al die groepen, of je nou praat over Lenin, Stalin, of over Hitler, bloed en bodem, of Churchill die zegt, blood, sweat and tears, hebben achter hun allemaal een geheim genootschap. Wordt dat geheime genootschap dan aangestuurd door die negatieve krachten? Daar komt op uit. Want dan komen we toch weer even terug bij die archonten en de helpers daarvan. Juist. Die dit aansturen op deze wereld. Juist, dit is de kern. Dus die machten en krachten, die worden aangestuurd via geheime genootschap. Waarvan Gandhi ooit zei, ik verafschuw ieder geheim genootschap. En Boeddha zei, ik spreek met open handen. Ik heb geen geheimen. Ja. Wat zegt Benjamin Disraeli in Engeland, die de eerste president daar werd en nog een keer zegt in zijn boek Koningsbij. Minister-president. Ja, dus, wat zegt hij? Ik wist niet wat ik las. Hij zegt tegen Sidonia, Sidonia is Rothschild in dat verhaal, zegt hij gewoon openlijk en bloot, we zijn een onzichtbare macht. Niemand kan ons te pakken krijgen. En dan zegt hij ook, Sidonia gaat morgen door heel Europa reizen en met alle bankiers spreken. Zegt dat gewoon openlijk in, want die, zegt hij openlijk, hebben de macht. Openlijk. Mensen lezen het niet, ze zien niet wat er staat. En dan wordt er in de protocollen van de machtselite gesproken, niemand kan ons pakken, want wij zijn een invisible power. Ja, maar dat is ook de achtergrond. Je had het straks even over Stalin en noem maar op, hè, maar ook over Mao. Ook met een geheim genootschap. Behalve een geheim genootschap kregen zij allemaal geld uit diezelfde club. Allemaal. Om die hele revolutie uit allemaal te werken. Als je de hele ze werden erdoor betaald. Zijn de superbanken. Overigens denkt niemand er dan aan dat ze vervolgens schatplichtig zijn aan degene die het geld verschaft. Juist. En een super zwaar karma opbouwen. Geld is een vreselijk ding. Weet je wat Heinrich Heine en Engels zeiden? Marx is bezeten van geld. En Marx zelf zei, het zijn niet mijn woorden. Ja. Het Joodse volk aanbidt het geld. Ja. Aanbidt het geld. Ja. Ik niet, hè. En dat komt dan later bij Mao Zedong. Dat komt bij de huidige regeerders. En wat doen ze in China? Met de topmacht, die bestaat uit 7 personen, maken ze voor een beeld, wat je niet in beeld krijgt, dit gebaar.
En ze hebben de hamer en de sikkel als symbool. Waarom? Er is een dokter Hammer geweest in het verleden, die lid van het topgeheim genootschap was. En die heeft de hamer geïntroduceerd. Van we hameren desnoods op los, want zoals Kissinger, 101 is die of 102. Ja. Je ziet hem nog met Schwab op een foto zo zitten. Zitten ze te converseren met elkaar. Ja. En dan zegt Kissinger, och, al die nutteloze eters, waar hebben we daar nog behoefte aan? En die hamer, die vuist, is verbonden met een van de meest geheime genootschappen. En daarom heeft Christus de mysteriën geopenbaard. En let op, als je sterft, wat gebeurt er dan nog meer? De voorhang van de tempel scheurt. Dus alle geheimen die in de worden openbaar. Het zal van de daken worden afgeroepen. De voorhang scheurt. En ik weet innerlijk dat ze was, maar ik heb ook teksten erover. Duizenden zagen zijn kruising. Duizenden. Ja. En dan scheurt die voorhang het verblindend licht. En nu zijn we in de tijd dat meer en meer mensen de moed hebben niet om te verdelen, niet om aan te vallen, niet om te beschuldigen. Eerder een reikende hand. Alsjeblieft, ga naar binnen. Jullie hebben ook net een kans, zoals de Christus, de moordenaar, zegt. Gij zult heden met mij zijn. In paradigma, dat wil zeggen in het geluk, in de hemelse sfeer. Maar ze brengen eigenlijk altijd de omgekeerde boodschap. Altijd. Want dan hoor je zo'n Zelensky, zo'n man die uit het niets komt erbij zal spreken en ineens overal ontvangen wordt. Ja. En die zegt, ik heb wapens nodig om de vrede te realiseren. Ja, maar dat is niet zo bizar. Maar Janne, Ben Reëel, Sharon. Wat zegt hij in een toespraak, zoals nu de VN, die is opgericht door Rockefeller, vergis je niet. Hè? VN is opgericht door Rockefeller in een oud bedrijf waar varkens en een slachthuis was bij elkaar. Dat is de basis van de VN. Hè? Als je weet hoe de EU is opgericht, de WHO en de VN, men durft haast niet te zeggen. Ja, het gaat ook altijd over geld en macht. Altijd, als je de Fed ziet. Iedereen, je kent het verhaal van de Titanic, ja? Allemaal, Titanic. En nu zijn ze met een andere Titanic zijn ze gaan zoeken wat is nou daar gebeurd. Hè? Die Titanic is ook omgekomen. Dat heb ik ooit gezegd tegen vrienden hier. Iedereen zit weer in dat water te zoeken, naar een ijsberg te kijken. Maar ik zou je openlijk zeggen, ik heb het al eerder gezegd. De Fed is ontstaan na het zinken van de Titanic. En er waren een paar machtigen die georganiseerd hadden een schitterende boot van miljoenen. Wij gaan naar Jekyll Island en dan gaan we daar met elkaar praten als topbankiers. En degene die niet kwam, die zaten op de Titanic, was J.P. Morgan, die bevriend was met Rothschild. Ik zie nog iemand die je kende in New York op een standbeeld zijn hand leggen op J.P. Morgan. Ja. Dit, zei die, zijn de mannen die de wereld hebben veranderd. Ik dacht, ja, maar hoe? Ja. Die zijn er dan net niet, want, en dan kunnen we nagaan, zoekt en je zult vinden. Vlak daarvoor zei ze, we zijn verhinderd. En dat was helemaal geen ijsberg. Men heeft papieren gevonden, indrukken gevonden, dat er als een bom iets klonk. Ja. En daarna wordt de Fed opgericht met degene die je niet nodig hebt. En de Fed, de Federal Reserve, is dus een liberale bank die helemaal autonoom is, alle macht in handen heeft en overal ter wereld centrale banken heeft. Ja. Weet je nog, dat noemen ze de zaakjes, Marianne, dat ken jij ook, dat noemen ze, we zijn de octopus. Hè? Ja. De octopus, de achtvoudige vang. Dit is, we kunnen glimlach tonen, maar het is om te wenen. Ja, het is om te wenen. Ja, het is om te wenen. Ik ken top Joodse mensen die dit begrijpen en zeggen, het is verschrikkelijk dat dit gebeurd is. Ja. En die ook oprecht zeggen, dit mag niet, mag niet. Ja. In code rood staan al zeker 15, ik heb maar even nagedacht, zeker 15 topuitspraken van de top over dit soort dingen. En met een beetje moeite kun je ze tot 100 of meer aanvullen. En daar zit een super agenda die tegen de liefde is, tegen het licht is, tegen waarheid, de mens aan slavernij wil onderwerpen en niet in de gaten heeft, daar kunnen we misschien straks over praten, wat er onderweg ook is naar hun. Ja. En ze hebben nu nog de kans, nu nog, tot inkeer te komen, want er is in het heelal uiteindelijk alleen maar vergeving en liefde. Ja, uiteindelijk moeten de schalen van het evenwicht zich herstellen en dan zullen ook zij zien wat ze veroorzaakt hebben. Je maakt een mooi gebaar, hè? Ja. Als je vrouwen Justitia ziet tegenwoordig, heb je nooit opgelet wat er gebeurd is? De blinddoek is weg.
De blinddoek was vroeger om uit te drukken, zij oordeelt zonder visie over iemand te hebben. Dus zonder een vooroordeel. En heb je de balansen tegenwoordig gezien? Vroeger waren ze zo, nu zijn ze zo. Ja. Dus justitia, vrouwen, waarom vrouwen? Omdat vrouwen justitia betekent dat de vrouw primair die wijsheid in zich draagt. Dat ja. is de oorzaak. Ja. En die is uit balans, omdat ook justitie behoorlijk her en der dreigt of is gecorrumpeerd. We zijn toch ook voort, zeg maar, oversteld met wetten en regels. Ja. Daar is gewoon geen grens meer aan. En ik heb het gevoel dat dan juist de innerlijke moraal van de mens teniet wordt gedaan aan de wetten en regels. Ik heb het ooit gezegd tegen iemand ook over, gij zult niet doden, Mozaïsche wet, hè, 10 geboden. Ja, dat wordt je opgelegd, gij zult niet doden. Maar er moet toch een moment komen waarop je zelf zegt, ik wens nooit meer te doden. Kan niet meer, kan niet meer. Nee. Jij stuurde mij een prachtig rapport, daar sluit ik straks even op aan. Even op dat de wetten. Er zijn honderdduizenden wetten. Je kunt dus ook promoveren en wetgeleerde zijn. Jurist met al die wet, op zijn minst waar ze in je archief staan. En die stenen tafelen, want de werkelijke protopater geeft geen wet. Laat staan op stenen tafelen. En daarom zegt Yeshua, volgens de Essenische traditie, de wet is niet op stenen tafelen geschreven, nee. maar in uw hart. Ja. In uw hart. Dus hier kruist Yaldabaoth, stenen wetten, en meteen na die stenen wetten, ja, gebeurt er moord na moord na moord na moord na moord. Ja. En dan wordt nog later een ark van het verbond verzegeld, waarin dan de Mozaïsche wet zou liggen en de hele Torah en noem maar op. En nu weten we met de huidige kennis van technologie dat de ark van het verbond een sterrenwapen is. Overal waar die neergezet werd, brak de pest uit, zware ziektes, epidemieën en moesten ze zelf afstand nemen als ze de deksel openmaakten. Ja. De ark van het verbond is een Star Wars weapon. Ja. Door een extraterrestre met artificiële krachten die zich opwerpt in deze virtuele strijd, door AI nu gecontroleerd, om ons duidelijk te maken, I'm having the power to me. Ja. Wij alleen kunnen vanuit het liefdespotentieel zeggen, ik heb ooit een toneelstuk geregisseerd in het verleden van Bertolt Brecht. Op een gegeven moment zei ik tegen die jongeren, als we nou eens allemaal, ik had uitgelegd wie Bertolt Brecht was, toneelstuk, als we allemaal op een lijn gaan staan en iedereen doet deze beweging. En dan klinkt door de micro, de stem, doe man aan de machine zaak 9. En dan plotseling, alsof je een klap hoort, allemaal sta je stil. Dus wij zijn in staat om deze machine en ook de poging van transhumanisme, dan vergis je niet, hè, in de vierde industriële revolutie van een boek van Schwab staat openlijk en bloot transhumanisme, hè, verdwijnen van het geld, digigeld en noem maar op. Wij alleen kunnen zeggen, als we dat samen afspreken, want dat was indrukwekkend in de zaal hoe die jongeren dat deden, hè, en dat klonk door die micro, doe man aan de machine, zaak 9. Ja. En stop, de machine stopt. Wij werken onbewust of bewust mee. Jazeker, want als je gaat kijken, ik heb het tegen jou ook wel eens gezegd, de afgelopen 20 jaar, de mobiele telefoon, de smartphone tegenwoordig, die heeft alle functies, het is een extern geheugen, het verbindt je met alles en iedereen. En er komt een moment waarop wij, door daar zelf zo aan vastgeklonken te zijn, in die totale controle komen. Ja. Voor mijn gevoel is het zo, wanneer wij allemaal dat ding in de vuilnisbak zouden gooien, of een hele grote groep, dan zou het gewoon, die groep zou zich losmaken uit die structuur. Ja. En die structuur zou met de handen in het haar zitten. Maar dan zou de hele groep, niet een kleine, dan moet absoluut een grote groep hetzelfde zijn. Moeten doen. Want dit is namelijk een pseudo-connectie. En het is het verdommen van de mensen niet in. Hè, want ze worden steeds dommer, vragen aan mensen waar iets ligt. Ja, dan moeten ze op een tomtom kijken. En Ik heb ooit een keer in een lezing gezegd, er is een nieuw soort analfabetisme, het digi-analfabetisme. Ja. En er is een nieuw soort holocaust aan de gang met het digitale tijdperk. Het wordt in de ziel vernietigd, 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 vernietigd. En er is een nieuwe archipel aan de gang, een nieuwe archipel, waar iedereen gedreven wordt in dezelfde hoek. Iedereen in dezelfde hoek. De Gulag-archipel. En dat is de pseudo
Yaldabaoth, die een imitatiegeest schijnt. Ja. En connected, we menen connected te zijn, maar met wat zijn we connected? Met wat? Ja. En niet met elkaars ogen. Nee, ik ben helemaal niet tegen... Het is met een schermpje. Juist, ik ben niet tegen technologie, ik ben niet tegen ook bepaalde middelen, waarom zou ik? Ja. Computer betekent in Latijn computare, tellen. Nulletjes en eentjes. Ja, alle eentjes in het water. Alles controleren, 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 controleren. En als we dat in de gaten krijgen, dan kom je in de waardigheid van je zielenkracht, van je liefdeskracht. En dan weet je, wat ook in de parabel van de verloren zoon, let eens op wat daar gezegd wordt. Gij zijt uit dezelfde kracht als ik, gij krijgt hetzelfde als ik ben, maar eerst gaat ge als jongste door die stof. En dan krijgt u volledig recht, want je hebt dan ook die kennis, je hebt het inzicht. Wij zijn zo machtig, maar niet machtig in wereldse zin. Machtig vanuit de liefde, machtig vanuit inzicht, machtig vanuit compassie. Als dit wordt samengesmeed met ook onthullen. Apocalypse betekent onthullingstijd. Je weet niet wat gebeurt. Ik heb mensen voor mijn ogen vaak letterlijk zien transformeren. Ja. Door de recht in de ogen keek en zei dat. Ja, onthullen moet, omdat je moet begrijpen wat er gaande is voordat je er afstand van kunt nemen. En dat is, Marianne, dat weet je ook, omdat er gezwegen wordt op alle fronten. Bang, bang. Maar dat is altijd, hoe houdt men macht? Altijd door angst. Door angst, door angst. We hebben het al 10 keer gezegd, als Himmler in het Nuremberg-proces voor de rechter staat, dan wordt hem gevraagd, hoe is dit verschrikkelijke mogelijk geweest? Hoe kan dit? Ja. En dan zegt hij, auf Deutsch, aber das ist ganz genau nicht schwierig. Jeder Mann kann das tun. Iedereen kan dit doen, het is niet moeilijk. En dan vragen ze, hoe dan? Eerst zaai je angst en je kunt iedereen manipuleren. Beheersen. Wat zegt de Christus? Vrees niet, ik ben met uw innerlijke kracht. Maar angst is een verdoving in het lichaam, in de kosha's, in de ijlere lichamen en vooral in de zielenkracht. Het is het eerste wat je pakt en slaat ook als eerste op je hart. Ja. Eerst wat je voelt, bang, bang, bang en soms big bang, big bang, big bang. En dat is waar we vanaf mogen. We moeten nooit agressief zijn. We moeten op een hoffelijke manier ook met elkaar omgaan. Maar soms mag je ook je verontwaardiging, bij mij af en toe diepe verontwaardiging, laten merken. Omdat je het ook doet om hun duidelijk te maken. Je lot wordt enorm zwaar. Ja. Enorm zwaar. Ik vind het ook een geweldige uitspraak van macht te hebben macht, omdat wij bang zijn voor ons hachie. Ja. Want zo werkt het toch? Ja, en we hadden gisteren over niemand heeft dat mooier, denk ik, uiteengezet in zijn boek De Macht van de Onmacht dan Erwin. Ja. Want dit is nou precies, hè, en dat vindt dus iemand tegenover hem die niet bang is. Ja. Hij is echt niet bang. Ja. Hij zegt tegen mij persoonlijk, moest ik moeten vertrekken, oké, maar ik doe wat ik moet doen. Ja. Dat is ook in die film van de Weiße Rose. Ja. Die Duitse film van die verzetsmensen. Zeer mooi. Bang zijn, ook niet bang om te sterven voor hun verzet, zeg maar. Ja, en soms moet je een duty, een dharma, in verzet komen. En dat bedoel ik nooit, als je een zielemens bent, in geweld verzet komen. Nooit in agressie, ook met ruwe, harde woorden. Maar we hebben een kracht, enorm. Maar die is niet van ik, jij. Nee. Dat is, ik ben altijd met je. Maar daarvoor dien je wel angst om te zetten in moed en vertrouwen. Ja. En vooral in echt vertrouwen. Ja. Wat zegt Gita? Kom, Arjuna, wees een moedige krijger. Want je moet nu die strijd aangaan. Je kunt hem zelfs niet eens ontwijken. Nee. En alleen iemand die de teugels geeft van dit, hoor je ook later in de Gita, maak je geen zorgen, je kunt niet echt doden. Nee. Dat wil geen vrijbrief zijn, dood erop los. Nee. Maar die strijd, die moest aangegaan worden. Dat was een oorlog met wapens, waar de gemiddelde mens geen idee van heeft. Mohenjo-Daro, die hebben ze dat daar opgegraven, is hartstikke radioactief. Onverstaanbaar. Nog steeds, hè? Ja, en nog dat zou steeds. Dan ongeveer tussen 3000 en 2000 voor Christus hebben afgespeeld. Nog steeds. En wij moeten nu ook meer gaan spreken en ook meer uiten. Maar we moeten nooit doen in agressie en nooit van de vuist, hè, zoals hammer. Dat komt letterlijk van hammer, hè? Nee, we moeten het doen vanuit inzicht, uit kracht, geestelijke kracht. En laten merken dat we met elkaar onvoorstelbaar met de ziel verbonden zijn.